Hey beauties, welkom terug op mijn kanaal. Het is weer tijd voor een make-up date. En we gaan meteen maar beginnen. Er zijn heel veel herfstuitgaves. En binnen die herfstuitgaves natuurlijk ook nog een hoekje Halloween. Die pak ik dan wel mee. Niet alles is even expliciet Halloween. Maar dan kijk ik gewoon even naar het kleurverhaal. En dan denk ik, dat is Halloween. Soms zit het ook in de naam. Maar goed, eigenlijk vind ik alles gewoon herfst. Ik doe zelf niet aan Halloween. Ik vind het ook helemaal niet Nederlands, eerlijk gezegd. Dus wat moeten we ermee? Het is alleen maar commercieel. En het staat ook niet echt voor een mooie boodschap of zo. Dus ik negeer dat verder. Ik begin meteen maar even met een indie merk. Adept Cosmetics, verkrijgbaar bij dat Zwitserse bedrijf wat ik al eerder heb genoemd. Monolith-shop.eu. Ik zeg het altijd maar één keer, want ik word niet gesponsord, jongens. Adept Cosmetics komt met een 15-pans palet uit Sumerian Sunset. Aan de ene kant denk je dan, het gaat over een zonsondergang. Maar voor de Star Trek kenners, dit is eigenlijk een op Star Trek gebaseerd of geïnspireerd paletje. Je ziet het ook aan de namen die ze aan de schaduwkleurtjes hebben gegeven. Dingetjes als Positronic Net of Delta Quadrant. Nou ja, if you know, you know. He, voor de Star Trek kenners is dat wel leuk. Verder maakt het natuurlijk helemaal niet uit. Je ziet op deze foto ook dat er veel duochromen in zitten. Dat zie je dan aan de spiegeling. In het pannetje zo en dan in de spiegeling, zeg maar, zie je dan de kleur die het wordt als het licht er anders opvalt. Dat maakt het ook meteen wel een beetje een prijzig palet. Ik dacht dat dit rond de 70 euro of zoiets gaat kosten. Ja, dat is niet voor de poes. Tegelijkertijd krijg je dan zo te zien in ieder geval wel hoogwaardige glimmerschaduwen met een heleboel glittertjes. En je ziet het ook aan de swatches al, dat het heel mooi glittert en glimt. En echte herfstkleuren wel, vind ik. Je kunt zeggen zonsondergang, maar het is ook echt wel herfst met dat wijnrode en dat oranje en dat mosgroene en zo. Dus een mooi herfstpalet en ik denk dat het een leuk indie brand is om een keer uit te proberen. Ik heb zelf nog niks van ze, maar dat gaat vast een keer komen als het een keer een kleurverhaal is waarvan ik denk, oh, dat past nou helemaal bij mij. Wie ook met warme herfstkleuren uitkomt is Beauty Bay en dan hun huismerk By Beauty Bay. Zo heet dat huismerk. En zij hebben altijd grote en kleine paletten. Wat je hier ziet is dan de 42 pans versie van hun Rich palet. Zo heet het, Rich. In de zin van rijke kleuren. Ze hebben hier ook altijd een 16 pans variant van en ook nog een 9 pans variant. Die 9 pans is in ieder geval wat ik hiervan zie helemaal mat, zeg maar. En die 16 pans is dan meer een soort de highlights uit de 42 pans. Dat is eigenlijk altijd zo bij die 16 pans paletten van hun. Dus het is eigenlijk echt voor elk wat wils. Mensen die kleine paletjes willen, grote paletten willen. Of iets ertussenin. Ik vind zelf die 16 pans heel mooi. Ze hebben die highlights goed gedaan, goed gevangen. Die grote zou ik, als ik warme kleuren zou dragen, natuurlijk nog aantrekkelijker vinden. Al met al ga ik dit sowieso niet kopen, want het is veel te warm voor mij. Maar ik vind het wel een heel mooi kleurverhaal. Mooi gedaan weer. Daar zijn ze altijd wel goed in. En om je even een idee te geven van hoe groot dat 42 palet dan is, dat 42 pans palet. Dit is er zo een van Beauty Bay. Een andere natuurlijk. En dit is dan zo'n groot 42 pans palet. Nou, daar kun je heel wat lookjes mee maken, zullen we maar zeggen. Bella Beauté Bar, dat is ook een indie merk wat volgens mij zelfs ook bij Monolith is te krijgen. Komt uit met hun Basic Witch palet. Dat is een beetje een woordspeling. In de make-up zeg je altijd Basic Bitch. He, als je zelf over jezelf. Ik ben een Basic Bitch, ik hou van naturelle make-up, zeg maar. En hier dan Basic Witch. Dus de woordspeling is wel geinig. Het is natuurlijk ook een verwijzing naar Halloween. En hier zie je ook dat kleurverhaal waar ik net al over had. Een beetje wat meer een Halloween kleurverhaal. Dan zie je ook dat paars, dat gifgroene en vaak ook nog wel oranje. Zij hebben hier een beetje een geel-oranje in zitten. Dus iets minder oranje-oranje. Maar verder wel echt, ja, in mijn ogen een typisch Halloween kleurpaletje. We hebben daar vorig jaar ook een aantal van gehad. Die vond ik er wel wat op lijken. Vorig jaar had je iets meer oranje dan in ieder geval in dit palet nu te zien is. Deze is ietsjes meer paars, blauw en ook wat neutraal. Ik hoor goede dingen over Bella Beauté Bar voor wat betreft hun kwaliteit. Ik heb er zelf ook nog niks van. Ook wel omdat het allemaal, die indie merken zijn altijd, tenminste niet altijd, maar zijn vaak wel goed.
maar zijn ook vaak wel duur. Dus ik wacht ook daar weer even mijn moment af. Ik ga vast een keertje wel iets van ze kopen, ook om het uit te proberen. Maar niet dit Basic Witch palet. Minder duur is dan Catrice. Dat is ook altijd wel leuk om even een drogisterijmerk ook te noemen. Catrice kennen we allemaal wel, dat Duitse merk. Volgens mij ook dezelfde eigenaren of dezelfde BV als Essence. Maar goed, Catrice, ik heb zelf wel goede oogschaduwervaring met Catrice. Dus ik ben wel fan van, als je dan toch een drogisterijmerk wilt kopen, zou ik vrij snel zelf wel voor Catrice gaan. Meer dan voor Essence. Essence vind ik helemaal niet zo goed. Wat je hier ziet zijn twee 9-pans paletjes. En toen ik het zag, dacht ik, wat komt mij dat toch bekend voor? Het rings a bell en toch ook weer niet. En waar doet het me nou toch aan denken? En ineens dacht ik, oh ja, ik weet het al. Dit zijn de Color Block paletjes van Huda Beauty. Nou zit daar wel iets of wat verschil tussen. Maar je ziet wel dat overall het idee is wel echt vergelijkbaar. Oranje en blauw zullen we maar zeggen. Dus of oranje, paars en blauw, groen. En ook wat Huda had was dan zogenaamde cake liners in dat palet. Dus dat je dan met een dun kwastje, als je dat nat maakt, als je dan die schaduw, die specifieke dan pakt, dan kan je daar een eyeliner van maken. En wat zien we bij Catrice? Die heeft dat ook. Dus die heeft ook twee, ik geloof één of twee cake liner schaduwen in elk palet zitten. En je ziet hier ook oranje, paars en blauw en groen. En natuurlijk, er zijn wat kleurnuances. Die van Huda waren wat meer neon. En deze zijn wat rustiger zo te zien. Maar, nou, ik vind het nog net niet schaamteloos. In de zin van niet dat ze de enige zijn, Catrice. Hè? Maar het is lang geleden dat ik echt een bekender merk een keer echt weer een kopie heb zien maken van iets. Dat was een paar jaar geleden, zo 1-2 jaar geleden. Had je hele merken die daar in die zin wel schaamteloos zich lieten inspireren door de kleurverhalen van duurdere merken. En het gebeurt nog wel, maar het is een tijdje geleden dat ik er een bekend drogisterijmerk zo obviously een release mee heb zien doen. Zij noemen dit ook hun Color Blast Eyeshadow. En Huda was natuurlijk Color Block, dus ja, ik weet niet hoor. Het zit er wel dicht tegenaan, jongens. Maar goed, misschien als je de Huda Color Blocks had willen proberen, maar ze te duur vond, dan vind je misschien deze van Catrice wel geinig. Ik heb ook over die Huda Color Blocks, die heb ik zelf ook niet gekocht, omdat ik daar de community wat middelmatige kritieken over heb horen geven. Ze waren niet heel enthousiast in vergelijking met andere Huda paletjes. En dan vind ik ze ook te duur, als iedereen er zo over praat. Dus ik zeg al, als je de kleurverhalen leuk vond toen, dan kun je nu het opnieuw proberen met Catrice. Ik zeg al, mijn ervaring met Catrice is op zich tot nog toe goed. Dan van goedkoop even naar wat duurder, even naar het luxe segment. Dan gaan we naar Guerlain. En Guerlain komt met zijn kerstcollectie uit. Ja, dat doen die duurdere merken wel vaker. Dat zagen we in mijn vorige make-up date ook. Hebben we ook al een kerstcollectie voorbij zien komen. En hier nu dus ook. Guerlain komt met een groen, wijnrood, geel en ik denk champagne shimmerachtig paletje uit. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik vind het wel een leuke kleurcombinatie. Ik weet niet zo goed of het nou allemaal van die satijnen zijn of dat die wijnrode ook echt een matte is. Dat kan ik van de foto niet zo goed zien. Maar goed, in beide gevallen zal het niet zo heel veel uitmaken. Bij die luxe merken kun je ook de satijnen heel goed gebruiken zoals je bij andere merken de matte gebruikt. En je ziet ook dat ze er met wat lipsticks bij uitkomen en nog een poeder en nog wat andere spulletjes zo te zien. En ik vind de buitenkant ook wel geinig. Een beetje een tijger en een panter patroon. Maar dan alternatief in andere kleuren. Dus ik vind dat wel leuk. Je ziet ook bij die lipstick hulsjes van hun, voor wie het niet weet. Maar je kunt dat dus, of je moet dat zelfs loskopen. Dus je koopt aan de ene kant het lipstick gedeelte. En daarna koop je een dekseltje, zo'n hulsje ook erbij. Dat is wel heel erg duur. Maar goed, je kunt ze wel onderling dan dus uitruilen, uitwisselen. En je kan één, laten we zeggen, neutrale kopen die mogelijk ietsjes goedkoper is. Omdat het geen speciale uitgave is. En dan kan je steeds een duurder hulsje per seizoen bijna bijkopen. Zo kan je het ook nog doen dat je maar één lipstick kleur koopt, maar dat je de hulsjes wisselt. Nou ja, het is wel duur, maar het komt vaak wel met aanbiedingen mee. Als bijvoorbeeld de Douglas weer zo'n 25% korting op make-up actie heeft. Dan heb ik al gezien dat ook Guerlain daar gewoon in meegaat. Ik heb ook al wel eens overwogen om een keer zo'n mooi duur lipstick hulsje ook te kopen. Ik heb het nog niet gedaan. Want volgens mij kost dat even uit mijn hoofd ook zo rond de €30. Zowel het lipstickdeel als het hulsje. Dus dan betaal je eigenlijk €60 als mijn berekening klopt. Betaal je dan voor zo'n compleet ding? Ja, dat vind ik wat overdreven. Maar ik vind het wel heel mooi, jongens. Het is echt wel chic. Een ander luxe merk dat al met zijn kerstcollectie uitkomt is NARS.
Je ziet een negenpanspalet, je ziet een gezichtspalet met blush en highlight. En dan nog een losse blush en een losse highlighter. Ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in de oogschaduw. Ik vind overigens het gezichtspalet er ook wel heel mooi uitzien hoor, daar niet van. Maar ja, dat zijn dus 5 blushes en 1 highlighter. Als je dus blush gebruikt, ja, ik zou het zo doen. Ik zou het heel mooi vinden, zo'n paletje ook. Dan kan ik elke dag kiezen welke blush. Ja, dat is echt wat voor mij zoiets. Ziet er heel mooi uit. En het negenpanspaletje, ja, ziet er natuurlijk ook leuk uit. Het is wel zo met NARS. Je hoeft het eigenlijk maar 1 keer te kopen, want het is elk jaar bijna hetzelfde. Ik overdrijf natuurlijk iets, maar ook weer niet. Daar staan zij ook onbekend. Het is nou vrijwel elk jaar een rood, goud, oranje, roze-achtig zo. Ze hebben nou de afgelopen jaren 1 keer iets gehad met groen en een beetje grijzig. Maar alle andere jaren eromheen altijd warm, rood, goud, oranje, roze. Dat zie je hier dus ook weer. Dus als je al andere paletten hebt van NARS, en dat geldt ook voor die gezichtspaletten van hun. Ja, als je er eentje hebt, heb je ze allemaal. Dus het is een leuke eerste aankoop, denk ik. De kwaliteit is heel erg goed. Ik heb zelf 1 paletje van NARS. Geen 9 pans, maar een 12 pans. Maar het is wel hele goede kwaliteit. De oogschaduw is heel fijn. En ik denk de blush dus ook. Ik hoor daar ook wel goede geluiden over. Dus als je het wilt proberen, is het een mooi setje. Tarte komt weer uit met een Man Eater palet. Vorig jaar hadden ze deze. Dat was toen van dit formaat, zeg maar, en ook met die type formulering, was dat de eerste. Dit jaar komen ze met een vervolg erop. Het heet ook nog steeds wel Man Eater, maar dan Nightfall. Dus Man Eater Nightfall is nu de variatie op dat thema. Ik vind het wel een aansprekend kleurverhaal, zo met dat aqua zeeblauwe erin, wat paars erin. Natuurlijk ook wat warme goudbruine kleuren dan erin, dat hoort erbij. Maar het is niet zo ontzettend warm als andere herfstpaletten. Dus dat vind ik er wel mooi aan. Het sprak me meteen ook wel aan toen ik het zag. Ik denk, oh, zal ik het proberen? Maar tegelijkertijd dacht ik, even wachten, even verder kijken. Want misschien heb ik al iets wat erop lijkt. En warempel, dat heb ik. Je ziet hier van Miscellaneous, dat Instagram account dat altijd vergelijkingen doet tussen paletten. Zie je hier ook 2 arm swatches. En het zijn dus 2 paletten. De rechter die je ziet, dat is het nieuwe Tarte Man Eater Nightfall palet. En de linker die je ziet, heeft er best wel wat van weg. Hè? In ieder geval een beetje dezelfde sfeer. Iets andere type kleuren paars zitten erin. Iets koeler bij It's a Mood. Maar voor de rest is het aardig vergelijkbaar. En dat is dus, ja, ik zei het al, het It's a Mood palet van Colourpop. En die heb ik. Kijk, dat is dit palet. Dus ja, het is maar goed dat ik even heb gewacht. Want eigenlijk heb ik dus een vergelijkbaar palet. Let niet op deze. Die heb ik er even uitgehaald. Want die zit in een zelfgebouwd paletje. Die komt zo meteen nog langs. Maar het is een donkerpaarse matte, zal ik maar zeggen. Dus hè, dan zie je ook een beetje een vergelijkbaar kleurverhaal met de nieuwe Tarte. Dus dat is dan wel grappig. Als je nou niet van Colourpop bent en je vindt het wel een mooi kleurverhaal, dan is die van Tarte misschien makkelijker te krijgen voor je. Colourpop moet je echt in Amerika kopen bij de site van Colourpop zelf. Ja, ik draai mijn hand daar niet voor om, jongens. Hè? Maar als je zegt, daar heb ik helemaal geen zin in. Tarte kun je krijgen in ieder geval ook bij Sephora. En dat zit gewoon in Europa in verschillende landen. Het zit niet in Nederland helaas. Maar het zit wel in de landen om ons heen. In Duitsland, in Frankrijk. Inmiddels ook in Engeland zelfs. Ook in Zweden nog. Dus keuze genoeg. Dus daar gaan ze dit ook ongetwijfeld aanbieden aan ons. Nog zo'n heel mooi kleurverhaal wat ook wel een klein beetje daar nog weer op lijkt. Iets cooler is die van Nomad Cosmetics. Nomad Cosmetics is de indie brand die altijd op plaatsen of gebieden, zeg maar, de namen van de paletten baseert en ook hun inspiratie daaruit haalt. En deze is dus Ghost Town. Nou ja, goed, het is natuurlijk een beetje een spooky thema, wat grijzig en ik vind het wel leuk gedaan weer. Het straalt natuurlijk een beetje dat, nou ja, echt een beetje spookhuisachtige uit. Een beetje dat van die matte kleuren allemaal. Dof bedoel ik, grijzig, een grijze ondertoon zo erop, hè. Ik vind het een heel mooi kleurverhaal. Dat zou goed bij mij ook passen, ook bij de ondertoon van mijn huid. Als je de swatches ziet, dan zie je ook dat deze ook best wel weer een beetje lijken op wat we net zagen, ook van Tarte. Dus aan de ene kant een hoop neutrale, aan de andere kant wat grijze en groenblauwen en een heel klein beetje paars.
En dus moet ik ook weer opnieuw aan It's a Mood denken van Colourpop. Dus dat scheelt mij weer 2 aankopen, jongens, dat ik dit paletje nou heb. Dit soort paletjes kosten trouwens rond de 35 euro alles bij elkaar. Dus dat is dan inclusief BTW, inklaren, verzenden, de hele rimram. Als je even op een aanbieding wacht. Nomad Cosmetics moet je trouwens ook echt zelf importeren. Want zij zijn niet bij Monolith te krijgen. Dus daar moet je ook echt voor naar Amerika. Ik ben wel van plan om nog eens ooit wel zoiets te kopen van hun. Want ik vind altijd wel dat zij hele goede kleurverhalen hebben. En ik hoor ook wel goede geluiden over hun formuleringen. Dus ik wilde het nog wel een keer uitproberen. Ghost Town vond ik dan dus eigenlijk wel een van de paletten die op mijn lijst zou staan. Waren het niet dat ik dus die Colourpop versie al heb en ik het eigenlijk niet kan maken naar mezelf ook toe. Om dan net deze te kiezen. Dus ik kijk nog even, er komt vast een moment, dan ben ik helemaal onder de indruk van een kleurverhaal van Nomad. Kan ik er geen weerstand aan bieden en dan koop ik het, maar niet deze. Nou, speaking of Colourpop dan, we hebben ze nou toch net al genoemd. Colourpop is een collab aangegaan met Disney volgens mij. Dacht ik dat het van Disney was. Ik geloof zelfs met Disneyland. Dus Disneyland of Disney World is het pretpark, want zij hebben daar een attractie en die heet Haunted Mansion, de spookhuis eigenlijk. En die attractie schijnt ook, nou ja, spookhuiskleuren te hebben. Dus grijs, paars, donkerblauw, ja weet ik veel. Ik ben er niet geweest hoor jongens, maar dat schijnt een beetje een bepaald kleurenthema te hebben. En daar heeft Colourpop nu zijn nieuwste collectie op gebaseerd, waaronder dit palet. Foolish Mortals heet volgens mij het palet, als ik het goed begrijp. 15 kleuren en toen ik het zag, dacht ik, die spreekt mij aan. Cool. Paars, grijzig, zit wat in blauw zit er nog bij voor de extra kleur. Het zag er wel veelbelovend uit. Ik werd er wel, het sprak me wel heel erg aan, moet ik zeggen. Toen zag ik de soortjes en toen dacht ik, oh, eigenlijk valt het wel mee. Het is helemaal niet zo apart als dat ik dacht toen ik het palet zelf zag. De soortjes zien er voor mij toch wat neutraler uit eigenlijk dan ik had verwacht. En toen dacht ik, oké, dan moet ik me er niet door laten verleiden. Want ik ben dan altijd toch een beetje in de verleiding. Want ik heb altijd wel een Colourpop wensenlijstje en als ik dan weer een keertje de verzenddrempel haal en zij hebben weer een keer een aanbieding, nou dan koop ik meestal wel een paar paletjes weer. En ik wilde deze dus eigenlijk op dat lijstje zetten. Maar toen dacht ik, nou misschien is het dan verstandiger als ik het toch vanuit mijn eigen collectie probeer na te bouwen. En ik kan dat natuurlijk op een aantal manieren doen. Ik heb best wel heel veel singles en ook allemaal hele goede merken. Dus dat had allemaal gekund. Maar nu dacht ik, laat ik dan ook met Colourpop gaan werken. Dus met alleen maar Colourpop oogschaduw om ook eventjes een Colourpop gevoel te hebben erbij. En dat is dan dit palet geworden. Nou, je ziet het ook hier nu naast mij, het origineel. En dan dit is wat ik ervan heb gemaakt. En ik weet wel, niet alle kleuren zijn even goed. Maar dat komt dan omdat ik het gewoon niet in mijn collectie had. Deze bijvoorbeeld, ja, je denkt nu misschien, wat is dat nou weer voor gekke kleur? Maar dat is een van die gekke mengkleuren uit het Star Wars paletje. Het is een paarse. Ik heb hem op mijn ogen vandaag ook, op het grootste gedeelte, het middelste deel ook van mijn oogleden. Het is dus wel een paarse, maar een beetje met een zilveren ondertoon, zilvergrijs zeg maar. Terwijl in het paletje lijkt hij wel iets meer purperachtig te zijn, dus meer paars ook echt erin te hebben. En de blauwe die je hier ziet, die is volgens mij in het paletje zelf iets meer aqua. Is ietsjes warmer, maar dat had ik niet van Colourpop. Ik heb het natuurlijk wel van andere merken, hè, jongens, maar ik wil het even van Colourpop doen. Deze is ook iets te cool bij mij. Die heeft in het echte palet is het een duochroom zo te zien. Zo'n blauw met een champagne goud duochroompje zeg maar. En dat wordt dan altijd een beetje groen-grijzig. Hè? Dus het is iets minder blauw dan deze is. Maar goed, hè? Het gaat om het idee. En voor de rest wat mij opviel toen ik het aan het maken was, dit palet. Toen kon ik best wel veel schaduwtjes pakken uit een ander palet van hun, Flutter By. Daar zitten vooral die hele neutrale, het is wel bruin, maar met een paarse ondertoon. Dus dat was ideaal eigenlijk voor al die neutrale hier. Behalve natuurlijk die grijze en die zwarte. Die moest ik echt even uit een paar neutrale paletjes halen. Maar al met al was het eigenlijk vrij eenvoudig na te maken. En aan de ene kant een heel bruikbaar kleurverhaal voor alle dag. En aan de andere kant ook eigenlijk ook weer niet zo heel bijzonder. Dat je nou denkt, god, nou dan moet ik nou een hele import gebeuren voor in de touwen hijsen. Dus ik ga het niet kopen. Dus ik heb mezelf weer ervan afgebracht, jongens. Ik hoef het niet te kopen van mezelf. Ik loop niks mis. Want ik zeg al, dit is alleen nog maar Colourpop. Als ik echt mijn best doe en gewoon alle singles erbij pak die ik heb, dan kan ik dichter in de buurt komen van wat het echt is. Zelfs met die blauw champagne-achtige duochroom, die heb ik ook.
van eigenlijk van meerdere merken trouwens. Het is helemaal niet zo. Nou, ik geloof dat ik 3 merken heb die zo'n schaduw hebben. Dus ja, het is dat ik bij Colourpop wilde blijven nu. Maar ik had het makkelijk kunnen benaderen. En dat geldt natuurlijk ook voor die andere kleuren waar ik nu een beetje naast zit. Kortom jongens, maar wel credits voor Colourpop, want ik vind het dus wel een mooi kleurverhaal. Het spreekt heel erg aan. Het is goed bruikbaar voor mensen met een koele ondertoon op de huid. Er zitten voldoende neutralen in om gewoon mee naar kantoor te kunnen. Er zit ook 1 of 2 echte pops of color in. Heel goed gedaan. Ik kan niet anders zeggen. Dus enthousiast over het kleurverhaal, maar ik ga het niet kopen. Wie ook met een nieuwe Halloween / herfstcollectie uitkomt, is Holotaco. En zij zijn een collab aangegaan met Safia. Ik had nog nooit van Safia gehoord, maar dat zal ongetwijfeld aan mij liggen. Want ze heeft nog meer abonnees dan Holotaco. En Holotaco heeft er al 6 of zo, 6 miljoen bedoel ik. Niet 6 abonnees. 6 miljoen of zo ongeveer, 6, 7 miljoen. En Safia blijkt er al bijna 10 miljoen te hebben. Dus het zijn eigenlijk 2 hele grote YouTubers. Maar ik kende Safia nooit van gehoord. Dus oké, waar zij blijkbaar op haar kanaal onder andere bekend om staat, is het zelf mengen van bestaande kleurige en geurige dingen, letterlijk. Ze doet bijvoorbeeld lipsticks smelten en dan mengen en een nieuwe kleuren maken. Ze doet zeep, bijvoorbeeld helemaal afschrapen, verschillende zeepjes van 1 merk. Bijvoorbeeld alle zeepjes helemaal afschrapen, smelten en dan 1 nieuwe zeep maken. Ze doet het ook met kaarsen. En verder doet ze volgens mij nog wat andere dingetjes, zoals wat travel blogs en mode geloof ik ook. Maar blijkbaar is zij daar heel groot mee geworden. Dus in die geest heeft zij ook naar natuurlijk het maken van de kleuren van Holotaco's nieuwe collectie gekeken. Want degene met wie je dan collab hebt, die doet altijd het kleurverhaal. En het bedrijf doet dan natuurlijk het product zelf. Dus wat we hier zien is wel een typische, of misschien niet typisch, maar in ieder geval een heel passende Halloween collectie. Dus met ook weer paars. Zwart natuurlijk dit keer, maar geen oranje. Dit keer meer een soort lipstick roze. Laten we het maar even van wat dichterbij bekijken. Ik zal ook even wat beelden invoegen van de officiële launch video van Holotaco zelf. Even een paar fragmenten, dat we even de kleuren van dichtbij kunnen zien. Ja, hier zien we Spirit Fingers. Dat is wel een aparte kleur. Die heb ik wel even overwogen om aan te schaffen. Dat is een gelbasis, een doorzichtige grijze gelbasis met een soort magenta-rode glimmer erin. En die kun je dan zo opbouwen. Dat vind ik wel echt een hele aparte kleur. En ook een aparte formulering. Dat zie je niet vaak, dus dat is leuk gedaan. Brucie is zo'n donkere zeegroene dat hij bijna zwart wordt. En dan met een lineaire holo eroverheen. Dus dat is weer zo'n lijntje als het ware van holo glitters die daar dan overheen gaat. Feeling Fiendish, dat is dan een effe paarse gelachtige nagellak. Een beetje een gedekte kleur paars ook. Warm, warme ondergrond. En je zou denken, waarom zit er nou zo'n effe kleur in? Maar eigenlijk heeft ze dat bedoeld meer als ondergrond voor stickertjes. En die stickertjes laat ik dan dadelijk ook nog even zien. Dit is een zwarte nagellak met heel subtiel een heel klein blauw glittertje erin. Maar dat zie je alleen als je heel goed kijkt van dichtbij. Dus het is een blauw-zwarte nagellak. Zeg maar heel cool zwart eigenlijk dus. En dan tot slot nog een hele mooie holo crush, of crushed holo, zo moet ik het zeggen, formulering in een soort lipstick, een rood-roze nagellak kleur. En daarvoor zegt ze ook zelf van dat ze dat ook heeft echt gebaseerd op die lipstick mengsels die zij zelf heeft gemaakt. Dus eentje daarvan was een beetje deze kleur en die heeft ze ook echt willen benaderen. Nou, verder zitten er dan dus nog, zoals ik al zei, stickertjes bij. En dat zijn dan in de vorm van vleermuisjes, nagelstickertjes. En die zou je dan bijvoorbeeld op die paarse ondergrond kunnen plakken. Nou ja, goed. Dan moet je daar wel van houden natuurlijk. Je kan het als een complete collectie kopen, compleet met de stickers en de vel. Want er zit ook nog een vijltje bij, een nagelvijltje bij. En je kan ook de 5 nagellakken als collectie in een doos nog kopen. En dan kan je natuurlijk alle nagellakken nog loskopen. Ik geloof wel dat op de launch day, dus de dag dat het allemaal gelanceerd werd, dat gelijk de collectie en ook, ik dacht ook de bundel met doos, dat die allemaal gelijk al uitverkocht waren. Want ja, dat gaat altijd razendsnel. Ik geloof binnen een uur was het weg. Dus ja. Dat schiet ook helemaal niet op, want de lanceervideo duurde 2 uur, maar binnen die video was het al uitverkocht. Maar goed, je kan nog een aantal losse nagellakken kun je wel nog krijgen. Ik ga er maar vanuit, als je echt Holotaco echte fan bent, dan heb je ook naar die launch gekeken en heb je er ook als de kippen bij erbij geweest.
En heb je misschien wel de bundel kunnen bemachtigen of de collectiedoos. Maar als je niet zo'n haast hebt ermee of geen fan bent, ja, en je denkt nu, oh, dat had ik wel willen hebben, dan ben je te laat. Maar je kunt dus wel de nagellakjes op zich nog loskopen. Ik ga op dit moment even geen van de nagellakjes kopen. Ik heb heel even dus over die grijze gel met rood nagedacht. En ik vond ook die lipstick kleurige erg leuk. Maar ik vind die Crushed Hollow niet zo leuk. Dat is een wat fijner gemalen holo glittertje. Waardoor die wel glanst en glimt. Maar minder, in mijn ogen dan, minder heftige toink. Zo in je face, zeg maar, holo. En dat vind ik leuk. En ik denk, ja, als ik holo nagellak op heb, dan wil ik ook holo nagellak op. Dan moet het ook wel zichtbaar zijn. En liefst vanaf de maan. En dat vind ik, tenminste dat denk ik. Ik heb zelf nog geen Crushed Hollow gekocht overigens. Maar wat ik van de close-up beelden zag, dacht ik, nou, tot nu toe ben ik daar minder fan van. Dus ik wacht gewoon even op Black Friday. Want Holotaco doet wel altijd mee aan Black Friday. En ja, ik ga ervan uit dat er dan een aantal dingen in de aanbieding zullen zijn. En dan kijk ik wel of ze nog wat hebben van deze nieuwe collectie. En zo niet, is het ook goed, jongens. Want zo mooi vind ik deze nou ook weer niet. Hier nog even een foto met iemand die in ieder geval de paarse nagellak heeft gebruikt. Behalve dan op de ringvinger. En daar heeft ze ook met die stickertjes gewerkt. Daar zie je ook op die middelvinger van haar zie je ook de stickertjes zitten. Dus al met al vind ik het wel een leuke herfstcollectie. Het is weer eens wat anders dan groen, bruin, goud, oranje. Hè? Dat is een beetje de standaard herfstcollectie. En ook wel standaard een beetje lime, groen, oranje, paars met Halloween. Maar dit is echt wel een andere Halloween collectie. Meer het spookachtige ervan. Zwart, paars, heel donkergroen dat het bijna zwart is. Grijs, weet je, ik vind dat wel leuk gedaan. Het is weer eens wat anders. Origineel bedacht. Een leuke collab wat dat betreft. Dan nog eventjes de geurkaarsen van de maand. Het is weer zover. Het is weer bekendgemaakt. Ik neem tot nog toe eigenlijk altijd wel 3 merken met jullie door. Village Candle, Yankee Candle, Woodwick. Dus dat ga ik nu ook doen. Sommige winkels hebben ook andere merken nog wel ook geuren in de maand erbij. En dat betekent dan voor alles waar dat labeltje dan op zit, geur van de maand, 25% korting. Dus dat zijn altijd wel gunstige aanbiedingen. Het zijn natuurlijk nooit de allernieuwste geuren. Daarom zijn ze ook geur van de maand. Dan kunnen ze weer wat oude voorraad natuurlijk, of oudere voorraad, wel weg ook doen. Tegelijkertijd zit er ook altijd vaak wel wat leuks tussen. Dit keer heeft Village Candle een echte herfstuitgave in de aanbieding. Spiced Pumpkin, ook lekker oranje. We gaan echt helemaal voor de herfst. Een echte pompoengeur met sinaasappelschil, kardemom en kaneel in de top. Pompoenpuree, geraspte kruidnagel en gember in het midden. En dan taartkorst en vanille-extract en warme karamel in de basis. Nou, die top en die basis, die lijken me wel lekker. Hè? Een beetje sinaasappelig, kardemom, heerlijk zoals je dat in taarten en zo doet. En natuurlijk in de basis dan taartkorst. Ja, alleen dat al. Kunnen ze daar niet gewoon een kaas van maken van alleen maar taartkorst? Die zou ik meteen kopen. En dan die warme karamel nog erbij. Heerlijk. Maar even midden. Oké, de pompoenpuree, dat vind ik dan nog wel lekker. Maar geraspte kruidnagel en gember, dat geeft er wel een beetje een soort, in mijn ogen dan, bitterig, heel heftig, kruidige, ja, scherpige smaak aan. Ja, dan zou ik deze even live willen ruiken eerst, voordat ik er mijn geld aan uitgeef. Dus dit durf ik niet blind aan, zo online. Woodwick, die komt met Fireside, dus zeg maar bij de haard, hè, open haard. En daar zitten dan Italiaanse bergamo en appelschil in de top. Gouden amber en zwarte eik in het midden. En dan gerookte mahonie, vetiver en musk in de basis. Dit lijkt me nou echt een fris houtige geur. Fris vanwege de bergamo, de appelschil, de vetiver. En dan houtig vanwege de zwarte eik, de mahonie. Een beetje een zware toon er nog bij van de amber. En dan musk. Ja, ik weet niet wat die precies doet in dit geweld van al die andere noten. Maar ja, ik denk dat dit wel inderdaad een geur is die goed past bij de open haard. Dat is duidelijk ook de sfeer die ze op willen roepen. Ook in de naam, hè, Fireside. Het leuke is van Woodwick natuurlijk met die houten lonten. Dat knettert dan ook. Hè? Dan ben je ook echt bij de open haard. Dat is wel leuk, denk ik. Ja, je verbaast je eigenlijk dat ze niet meer van dit soort open haardachtige geuren dan uitbrengen. Dus dat lijkt me op zich dan wel weer geinig. Dus, maar ook die zou ik eerst even live willen ruiken in de winkel. Want als het al te houtig wordt, dan sla ik het meestal liever over.
Een tweede houtige geur, in ieder geval als ik naar de naam kijk, die zij uitbrengen in als geur van de maand, is White Teak. Dus dat gaat over teakhout. Nou, dit keer in de top dan een marina akkoord en lavendel. In het hart dan teakhout, uiteraard naar verwachting. Balsamtakken, eikenhout, sandelhout, cederhout. En dan in de basisnoten nog wat mos. Je ziet in dat midden, het is wel echt een houtgeur. Hoeft niet vervelend te zijn. Kan heel lekker zijn, maar ik denk wel met dat marine akkoord en dan ook nog de lavendel. Dat gaat denk ik te ver voor mij. Voor mijn persoonlijke smaak heb ik het dan over. Hè? Kwalitatief zijn deze kaarsen altijd heel erg goed. En ik zeg al dat houten lontje is altijd heel gezellig. Maar deze geurnoten, als het alleen dat hout was, had ik het nog wel aangedurfd. Maar met die marine erbij, dan wordt het een beetje zo ziltig, zeeachtig op dat hout. Doet me ook altijd een beetje, het heeft met lavendel ook zeker nog erbij, het wordt ook een beetje mannelijk. Mannelijke parfums hebben dit ook vaak. Hè? Houtakkoorden, marineakkoorden, lavendel erbij, mos. Het is een heel erg mannelijk ruikende geur. Dus misschien voor de mensen die graag een man cave inrichten, die kunnen dan deze kaars daar ook nog wel bij zetten. Dat is dan wel weer geinig. Misschien leuk als jouw man een man cave heeft, dat je dan deze kaars brandt in zijn kamer. Verder komt Yankee Candle ook met een beetje een marineachtige versie uit in zijn assortiment, Ocean Air. Deze komt al wel in de nieuwe huisstijl, dus het is niet een super oude geur, denk ik. In de topnoten zitten dan zonnige ozon. Ik weet niet wat dan dat daar nou weer zonnig aan maakt, maar zeg maar gewoon ozon. Mandarijnbloesem, bergamo en palmblad. Dan in het midden wilde orchidee, hibiscus, aardbeiennectar, middernachtjasmijn en bananenbloem. En in de basis dan fruitige musk, sandelhout en witte amber. En het grappige is, want ik had hier dus verwacht allerlei maritieme noten eigenlijk. Een beetje zoals die white teak eigenlijk van die we net lazen van Woodwick. Maar hier lijkt dat helemaal niet in te zitten. Wel een beetje iets ziltigs ozonisch van de ozon, dat dan wel. In de top daar. Dat palmblad ruikt in mijn beleving ook altijd een beetje ja, typisch groenig ozonisch. Nou ja, mandarijnbloesem en bergamo, dat is natuurlijk zoet fris. Maar dat, tot nu toe heb ik er niks op tegen. En dan in het midden dan die bloemen eigenlijk en het zoete. Hè, dus de orchidee, de jasmijn, bananenbloem, aardbeien, nectar. Allemaal hele zoete noten. En dan in de basis fruitige musk, sandelhout en witte amber. Daar gaan we... Maar ook die witte amber, ja, volgens mij is die dan iets minder heftig dan zo'n donkere amber. Ik denk dat dit wel eens een hele zoet, frisse geur zou kunnen zijn. Meer de longdrinkkant van de zee. Alsof je in een strandbar zit met een longdrink in je hand, weet je. Dan zit er ook altijd van die fris, zoet, zure geur komt dan uit je longdrinkglas. Dat denk ik. Dus ik denk dat die voor mij dan niet warm en rond genoeg is. Maar het valt mij wel mee. Ik had veel meer echt marine en zo verwacht. En ja, daar hou ik al helemaal niet van. Maar dit is, ja, dit klinkt wel aardig. Dan de tweede geur van de maand van Yankee Candle is Sage en Citrus. Dat klinkt ook wel weer heel groen, frissig. Alleen al in de naam, hè? De topnoten, kruidachtig. Ja, groen dus. Lavendel en citrus. Ja, daar gaan we al. Fris en groen. In het midden geranium en nog een keer lavendel. En dan in de basis patchouli, poederachtige noten, muskus en houtachtige noten. Ja, volgens mij zit het wel echt fris groen. Salie, het heet natuurlijk ook sage, hè? Salie. Beetje iets poederigs erbij, zal wel iris zijn, denk ik uiteindelijk. Ja, ik denk als je ook weer van dat lavendelige houdt en dat frisse... Dat dit wel een hele lekkere nazomerse geur kan zijn. Zeker nu we nog wat mooier weer hebben. Is het denk ik helemaal geen gekke geur. Val ik erop. Niet zo van dit lijstje geurnoten. Nou, dat waren dan de 5 geuren van de maand september. Dus leef je uit. Je had dus eigenlijk maar 1 echte herfstige geur. Hè? Wat was het nou? Pumpkin Spice? Even kijken, hoe heet dat ding nou? Oh, Spiced Pumpkin. Andersom, van Village Candle. En voor de rest hadden we natuurlijk Fireside en White Teak van Woodwick. En dan Ocean Air en Sage & Citrus van Yankee Candle. Dan meer de wat houtig, frissige, meer nazomerse, vroeg herfstige geuren. Nou, ik ben benieuwd of jullie het lekker vinden.
En dan sluiten we af met een nieuwe release van ABH, oftewel Anastasia Beverly Hills. Ja, ik ben fan van het merk. Ik heb ook een aparte video waarin ik ze de paletten die ik tot nu toe dan heb allemaal rank, oftewel op rangorde zet. Van 16 naar 1 ga ik. En dan tel ik daar mijn Norvina paletten ook bij mee, want die horen natuurlijk onder dit merk. En nu komen ze met een nieuwe herfstuitgave Fall Romance. En dit is het kleurverhaal wat je hier ziet. Het ziet er zo op het eerste oog uit alsof er van de 12 kleuren een paar dubbele bij zitten. Hè? Alsof er die gouden lijken een beetje dubbel en die donkere groene lijken ook wat dubbel te zijn. Dus dat je denkt, oké, dan was het nou zo moeilijk om iets meer variatie in aan te brengen. Tegelijkertijd denk ik wel dat zo'n foto natuurlijk niet de volle rijkwijde van zo'n kleurpalet kan vangen. Dus ik denk zelf dat die gouden best wel verschillen. Die middelste lijkt wat zo van de foto iets warm oranjeder te zijn. En die meer rechtse lijkt wat groengouder te zijn. Die twee donkergroene, ik denk dat dat wel meevalt. Dat die ene echt wel een stukje donkerder zal zijn. En die andere misschien iets meer middentoon. Kijken we naar de swatches. Ja, dan is dat nog niet meteen zo duidelijk. Wel dat die gouden wat verschillen onderling. Die middelste lijkt een beetje rosé-goud meer te zijn. En dan inderdaad een wat geel-goudere en een wat neutraal-goudere op die bovenste rij daar. En dan, maar die onderste rij, die groene, lijken nog steeds wel heel erg op elkaar. In ieder geval zo op die swatches. Kijken we dan op iemand met een donkere huidskleur, dan zie je wel verschil tussen de groene, hè? Veel beter. Dan zie je echt wel dat de groene die op de hoek zit, dat die echt wel een stuk donkerder is, wat ik ook al dacht trouwens, dan die andere groene. Die is echt wel toch ietsjes lichter. Of het dan voor iemand met een lichte huidskleur meteen een middentoon is, dat is de vraag. Misschien is het een donkere groene en een nog donkerdere groene, hè, voor iemand met een lichte huidskleur. En je ziet in mijn beleving ook wat meer kleurnuance nu in die bovenste rij schaduwen tussen al die gouden. Want daar zie je meer kleurverschil tussen alle drie die goudachtige kleuren. Dus misschien hebben ze in eerste instantie zich meer gericht op mensen met een donkere huid. Dat die hier goed mee uit de voeten zouden kunnen. Dat de kleuren allemaal goed zichtbaar zouden zijn. Vandaar dat hele donkere ook op die onderste rij. En niet te veel lichte kleuren, behalve echt accentkleuren om lekker mee te knallen. Dus zo lijkt het. Want als ik naar de foto kijk met degene met de lichtere huidkleur, dan lijken er toch minder kleurnuances in te zitten dan we nu zien op de donkere huid. Ik vind het wel mooi eruit zien. Zeker op die donkere huid vind ik het een heel mooi kleurverhaal. Maar goed, zo donker ben ik natuurlijk helemaal niet. Dus ik moet wel goed opletten dat ik me daar niet door laat verlakken, zal ik maar zeggen. Dus ik zou dit ook echt even moeten swatchen op mijn eigen huid in de winkel, voordat ik kan besluiten of ik het zou willen hebben. Zo op het eerste oog spreekt het mij wel aan, omdat er dus veel donker in zit. Ik hou daar wel van. En ook wat mooie glanskleuren. Tegelijkertijd is het ook wel weer heel warm. Ja, ik moet het dus even afwachten. Intussen heb ik ook even in mijn eigen collectie gekeken. En ik heb eigenlijk niks wat er echt bij in de buurt komt. Maar een heel klein beetje deed het me wel qua sfeer denken aan deze. Het Amrezi palet. Ook al een paar jaar oud hoor deze. Deze is natuurlijk wat meer magenta in plaats van paars. En deze heeft ook geen groen. En dat blauwe is ook anders. Dus het gaat meer om de sfeer dan dat dit nou echt erop lijkt. Waar het me ook een beetje aan deed denken, maar ook niet als duplicaat, maar wel in de sfeer, is deze, het Subculture palet. En ik denk als je Subculture en deze een beetje zo combineert, vang je een beetje de sfeer. Tegelijkertijd is het dus wel echt uniek, vind ik. Toch wel. Het is moeilijk om iets te vinden wat hierop lijkt binnen ditzelfde merk. Hè? Even voor jullie beleving, zo'n 12-pans palet, die ziet er dan qua maat zo uit. Dus geen penseel meer, wat die anderen nog wel hadden. Hè? Die ene die ik nu net liet zien, die oudere, hadden altijd nog een penseel. Dat hebben ze eruit gehaald. Geen 14 kleuren meer, maar 12 en wat grotere pannetjes ten opzichte van de eerdere uitgave. Dus je ziet ook echt wel verschil in grootte zo tussen die pannetjes. Dus dat was eigenlijk het grote nieuws van Anastasia Beverly Hills. Dan een iets kleiner nieuwtje. Of ja, ik weet ook niet of het groot of klein is. Misschien is het juist ook wel heel groot nieuws. In de zin van dat het wel echt iets nieuws voor ze. Tegelijkertijd is het ook een beetje herhaling. En dat is deze. Zij komen blijkbaar met twee 9-pans paletjes uit de komende maanden ergens. En dat zijn eigenlijk herhalingen van eerdere grotere paletten van hun. Hun Modern Renaissance en hun Sultry palet.
Die zijn bijna overal uitverkocht. Ik denk zelf dat dat zo'n grote successtories blijkbaar zijn in de verkoop. Dat ze gedacht hebben, we doen het nog een keer, maar dan in een iets andere, modernere variatie. Modern Renaissance heb ik eigenlijk nooit gehad. Dus die kan ik alleen maar zo op het plaatje laten zien. Maar Sultry, die heb ik wel. En dat is dit palet. Dit hebben jullie misschien wel eens gezien. Die was echt beroemd vanwege deze koraalrode. Waarvan iedereen dacht, zo, dat is apart. Ik kan hier overigens niet zoveel mee met die koraalrode. En dat komt omdat het een matte is. Als dit nou een glitter of een glimmer of zo was. Een mooie shimmer oogschaduw. Dan had ik het met al die neutrale matten kunnen combineren. En mooie lookjes kunnen maken. Maar het is een matte. En dan alleen maar neutrale shimmers. Ja, dat maakt het wel lastig, voor mij dan in ieder geval, om echt mooie lookjes mee te maken met deze. Dus denk je deze nou weg, dan hou je eigenlijk een heel neutraal kleurverhaal wel over. En wat we in dat negenpanspalet zien, is dat ze ook maar elke suggestie van roze of koraal, dus ook deze bijvoorbeeld, is er uitgehaald. Dus deze twee nu eigenlijk wegdenken. Zo. En dan hou je ongeveer de rest over. Je ziet die zwarte en die grijze, deze. En dan hier zeg maar die wat neutralere shimmers zo, dat en deze natuurlijk. Nou, dus ik denk dat ze hebben gedacht, we doen een soort de highlights, de 9 belangrijkste schaduwen. Doen we en dan halen we die koralen halen we eruit. En we halen een van die witte eruit. En dan hebben we eigenlijk een heel mooie samenvatting van de Sultry. Zo hebben ze denk ik gekeken en dat geldt ook voor die Modern Renaissance. Want ook daar zie je een soort van samenvatting van de, wat hun dan de belangrijkste punten uit het kleurverhaal vinden. Ik vind het een geinig idee. De mensen op dit moment vallen eerder op kleinere paletten dan op grotere paletten. Het is voor hun natuurlijk een slimme manier om nog eens weer extra te verdienen aan al succesvolle kleurverhalen die ze eerder hebben uitgebracht. Je hoeft je niks nieuws te verzinnen. Ik weet niet of de formuleringen zijn aangepast. Of het gewoon ook echt dezelfde formulering is en dat ze alleen gewoon 9 kleurtjes eruit hebben gehaald. Of dat ze de formuleringen ook hebben vernieuwd, dat weet ik allemaal nog niet. Maar ik vind het wel heel interessant, dus als het eenmaal, het zal wel rond de kerst zijn, vermoed ik. Het zou natuurlijk ook een ideaal kerstcadeautje zijn dit, hè, zoiets. Dus ik vermoed dat het zo oktober, november of zo dan in de winkel zal liggen. Ja, dan ga ik natuurlijk wel even kijken, ook live. Van, hoe ziet dat eruit? Hoe voelt het? Als ik het swatch ook. Ik heb natuurlijk deze om het mee te vergelijken, dus dan kan ik gelijk kijken van, is het nou hetzelfde of niet? Dus ik ga jullie op de hoogte houden. Zo jongens, en dat was het weer voor deze make-up date. Heb je het nou weer gezellig gevonden? Klik het duimpje omhoog. En dan zie ik je hopelijk de volgende keer weer. Volgende keer doen we... Wat doen we de volgende keer? Oh, dan doen we een keer een shoplog van één merk. En dan heb ik daar van alles en nog wat gekocht. Ik heb skincare gekocht. Ik heb parfumetje gekocht. Ik heb iets van een make-upje gekocht. Ja, dus weer eens wat anders. Een ander type shoplog van een merk dat ik hoop een aantal van jullie in ieder geval op zijn minst van naam kent. En anders misschien nog wel zelf ook wel dingetjes van gekocht. We gaan het volgende week zien jongens. Dus ik zie jullie graag volgende week. Tot dan alvast. Doei!